Goedemorgen allemaal. Ja, ik weet het, is een beetje gek. Maar ik dacht, ik ga eens een keertje een get ready met jullie maken. Zoals jullie zien moet ik mijn make-up nog gaan doen. Ik heb hier een bakje met oorbellen waar we leuke oorbelletjes uit gaan kiezen. En ondertussen ga ik allemaal feitjes vertellen over mezelf. Nou, hoe leuk is dat? Gezellig, hè? Ik ben dus Lovebeat. Ik ben, Pauw ben ik. Oh ja, ik ben 29 jaar. Zo, ik moest even denken. Ik zeg altijd dat ik bijna 30 ben. Dan zeg ik de hele tijd, ik ben 30, maar ik ben helemaal geen 30. Oké, we starten met de eyeshadow roze. En ik gebruik die van Kiko. Ik ben geboren op 4 maart. Dus dan pas word ik 30. Dus dat duurt nog wel eventjes. Kijk, Porti Pablo is al lang 30. Die is al 32. Dus die is veel ouder dan wat ik ben. En we hebben vandaag shows in Rotterdam Ahoy. Echt super gezellig. Ik krijg van heel veel mensen ook de vraag van, waar kan ik je zien? Nou, dat is dus bij de Mega Sint Tour. En daar toeren we elke dag mee. Elke dag. Dus, met de vraag, waar kan ik je zien? Kom naar de Mega Sint Show. Enige optie. Dus doe ik niks anders met mijn leven. Nee, dat is niet waar. Als het Sinterklaas is, is dat het geval. Goed, nou, de oogschaduw zit erop. Gaan we door naar de glitters. Ik moet even water halen hiervoor. Kijk, dan blijft het beter plakken namelijk. Een soort eyeliner lijntje. Met de gouden oogschaduw of eyeliner, wat het is. Kijk, ik ben dus ook helemaal geen make-up guru. Nee, dus eigenlijk die make-up die ik elke dag opdoe. Dat is eigenlijk helemaal niet handig. Maar ik vind het zo mooi. Het staat zo leuk bij mijn pak. Maar af en toe dan denk je echt, wat heb je gedaan? Ik weet het, ik moet meer make-up tutorials gaan kijken. Ik heb dus verkering met Party Piet Pablo. Dat weten jullie denk ik al. En dat is echt al super lang. Echt al vorig jaar 10 jaar. Ja, want waar de meeste mensen mij van kennen is Pietenliefde. Nou, dat is al vet lang geleden. Pietenliefde. Uit 2014. Hoe oud was ik toen? 20. Ik was 20. Heel jong. Ik zag er ook wat anders uit. Maar ja, dat is altijd zo, hè. Als je naar 10 jaar geleden gaat, ziet iedereen er altijd anders uit. Maar daar heb ik verkering mee. Oh ja, ik zet nu even mijn wenkbrauwen aan. Want af en toe heb ik van die gaten erin. Daar word je bang van. Oeh. Zo. Ik heb deze ook. Nee, deze is niet van Kiko. Deze is van de Douglas. En daarmee doe ik nog een beetje wit in de binnenkantjes van mijn ogen. Kijk, zo. En dat smeer ik zo uit, zodat het een beetje lekker blendt. Heb ik van Showpiet geleerd. Showpiet zit ook naast mij, maar als je wil niet in beeld. Kun je wel praten, Showpiet? Tuurlijk. Ja, ik heb dat van Showpiet geleerd op blenden. Ja, goed hè? Showpiet kan ook echt supergoed make-uppen. Supergoed blenden. Ja, want die heeft natuurlijk heel veel shows gedaan in heel de leven. Dus die kan heel goed blenden. Oefening waard kunst. Oefening waard kunst. Nou, zoals je ziet, ik ben weer een soort verzopen pandabeer. Zo. Even denken, wat zouden jullie nog meer willen weten? Oh ja, misschien wat ik leuk vind in mijn vrije tijd om te doen. Ik zit misschien over na te denken om een ander pak te nemen. Maar vaak houden mensen niet zo van verandering. Dus ik vroeg me af of jullie dat leuk vonden. De lippenstift in. En ik gebruik de lippenstift van de HEMA. Ik heb ook allemaal merken door elkaar. Dat betekent dat ik dus eigenlijk toch wel goed mijn producten uitkies, overal. Ik ga niet naar één winkel en denk, nou, ik neem die, die en die mee. Nee, het is maatwerk. Het is echt maatwerk. Ja, lipjes zitten erop. Ik heb natuurlijk altijd een hartje hier. Ik heb een stickervel met allemaal plakkertjes erop. Dus dan haal ik er eentje ervan af. En dan plak ik die eigenlijk op. Kijk, zo. Toek. Blijft super goed zitten, hè. Ik heb er gewoon 1 hartje per dag nodig. Ik heb er ook heel veel. Want jullie denken natuurlijk, hè. Maar ik heb er echt mega veel. Echt mijn hele koffer zit vol met van die plakhartjes. Zodat ik mijn hele leven met die hartjes door kan blijven gaan. Nou, het leek me dit jaar dus heel erg leuk om oorbellen in te doen. Bijvoorbeeld deze kleine oorbellen. Ik heb dit soort oorbelletjes. Ik heb ook nog deze. Pas ook wel goed bij pak. Maar ik denk dat ik vandaag deze ga. Want we staan natuurlijk in Rotterdam Ahoy. Dan sta ik best wel ver weg van iedereen. Dus dan mogen de oorbellen wel ietsjes feller en groter zijn. Dus die gaan we lekker indoen. En dan zijn we eigenlijk al bijna klaar. Ja, ik moet nog een beetje rouge op doen.
Ja. Zo makkelijk is het. Het is eigenlijk je ogen gewoon roze maken. Roze lief is het of een beetje een blush. Hartjes kopen. Leuke oorbellen kopen. Die ga ik nu indoen. En dan mijn beretje op. En dan is dit. Kijk hoe leuk. Dit is mijn microfoon. Helemaal roze. Past helemaal leuk erbij. Ik zal nog even mijn lievelingseten vertellen. Ik hou echt van pizza. Dan hebben we nog de finishing touch. En dat is... Hoep, bloep, bloep, bloep. De baret. Zorgen dat je love niet goed kan lezen. En dan... Is dit de look voor vandaag? Nou, dit is de look dus eigenlijk altijd. Ik heb altijd dezelfde look. Maar we hebben natuurlijk een show. Dus ik ga nog even mijn zenders omdoen. Kijk, kun je zien wat er loop op staat. Dus die moet nog eventjes... Moet ik even op gaan doen. En ik heb in-ear, zodat ik het allemaal goed kan horen. En dat is ook wel leuk. Kijk, ik heb een hartje opgeplakt. Want hart is rechts. Dus die moet rechts in. Dit was mijn get ready with me. Doei!